Welkom bij de premium review van Halo Infinite. En we hebben het al een aantal keren volgens mij laten vallen bij Brieven Maandag en zo. En Koos, die geniet van een welverdiende vakantie. Maar, zei hij, bij de Halo review, daar moet ik dan weer wel bij. Want dat kan natuurlijk niet anders. En dat is ook zo, want Koos is de grootste Halo-fan op de redactie. Heeft deze game van voor naar achter gespeeld. Ik heb dat ook gedaan. Dus het is tijd om verder te gaan waar jij bent gestopt. Namelijk de voorlopige review die je hebt gemaakt, waarin jij bijna op de tafel stond te dansen en jij het woord, zoals Jelle dat mooi zei, hij durfde het woord GOTY in zijn mond te nemen. Ja, nee, ja, maar daarbij bracht ik wel als nuance aan GOTY voor mij. Ja, nee, ja, het maakt niet uit. Dat is wel een heel groot verschil natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat deze game niet voor iedereen is. Voor de mensen die heel even kort inderdaad die review in progress hebben gemist. Twee weken voor de launch van Halo Infinite mochten we aan de slag met de game. Gewoon de volledige campaignversie, zoals je die ook vanaf woensdag 8 december hebt kunnen spelen. En omdat we natuurlijk gewoon moeten werken verder, heb ik gewoon moeten rushen om die game uit te kunnen spelen. En dat was ook gewoon simpelweg, ik wilde weten, is het verhaal satisfying, ja of nee? Is de nieuwe gameplay, is het satisfying, ja of nee? En beide kan ik volmondig met ja beantwoorden. Want het was gewoon een toffe rit, 10,5 uur, dat lijkt niet veel, maar dat is de langste Halo campaign tot nu toe. En dan heb ik alle optionele side content en blablabla bla, bla, heb ik allemaal geskipt. Ja. Inmiddels ben ik begonnen aan een tweede playthrough. En nu neem ik gewoon rustig mijn tijd. Speel ik op een hogere moeilijkheidsgraad. Heroic, Legendary is me nog net wat te gek. Ja. En ben ik gewoon lekker in die open wereld aan het trekken. En ik kan je wel vertellen, dat is ook echt meteen een hele andere ervaring. Maar hoe heb jij beleefd? Ja, je ziet nu, en dat is denk ik ook even goed om duidelijk te maken, dit is mijn gameplay. Dus opgenomen op een Xbox One. En dat heb ik ook een beetje bewust gedaan, want je kunt natuurlijk gewoon altijd het allermooiste beeld laten zien. Maar ik denk dat er nog heel veel mensen zijn die deze game op de Game Pass gaan spelen op de Xbox One. En dan kan ik je geruststellen, het ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Er zit weinig pop-up, pop-in in. Het draait goed. Framerate is solid. Het is een heerlijke game. Ik zal nog even heel kort uitleggen. Niet het verhaal, want dat kan jij misschien straks beter doen. Want dat ben ik altijd. Maar dat maakt niet uit. Bij welke game ook. Ik vergeet altijd het verhaal. Maar, om heel eerlijk te zijn. Het feit dat het een beetje aan je voorbij is gegaan. Ja. Is wel gelijk een van mijn grote kritiekpunten in deze game. En eigenlijk, je zou je zeggen, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Ja. Dat is wel een beetje wat gaande is bij 343 wanneer het Halo betreft. En dat hebben heel veel partijen, want bijvoorbeeld een veelbesproken en fantastische developer als Guerrilla heeft ook moeite om een fantastisch verhaal. Er zijn er maar weinig die het hele pakket goed kunnen doen. Maar qua game begint deze Halo eigenlijk ouderwets, namelijk met een stukje inside een gigantische, wat moet ik het noemen? Volgens mij is het een factory, een spaceship inderdaad. Ja, gangetje. Je gaat de wapens een beetje leren kennen. Je komt weer in aanmerking met de bekende vijanden, de creatures, die gillende kleine kutmannetjes die je ook kent uit Halo. En dan op een gegeven moment, na ongeveer een uurtje, dan in één keer ga je naar buiten en dan is Halo Infinite opeens een ander soort game. En je zou kunnen zeggen, het is een beetje Far Cry-achtig. Maar ik vind Far Cry aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant zit er ook wel een beetje het stigma. Het is altijd hetzelfde. En je bent de hele tijd wezenloos dezelfde kampjes aan het veroveren. Dat vind ik namelijk niet zo. En dat vind ik de kracht van deze Halo. Het verhaal, ben ik heel eerlijk in, boeit mij wat minder. Maar de gameplay, de gevechten, of het nou een groot kampement is, of gewoon die kleine dingetjes die je moet veroveren, het is elke keer toch echt wel anders. En het is fucking pittig. Ik speel op normal en daar heb ik moeite mee. En dat vind ik het knappe van Halo. Het zijn echt hele toffe battles waarbij je moet nadenken van welke wapens ga ik gebruiken. Mijn ammo is op. Waar vind ik in hemelsnaam dan nu even snel een nieuw wapen? Ik heb ervan genoten. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Het is moeilijk om inderdaad uit te leggen van waarom dit dan zo anders voelt als Far Cry. Want ik kan me goed voorstellen dat op het eerste oog dat je zoiets hebt van, hoezo, het is allebei open wereld.
Allebei heb je gewoon wat markers op de map. Ja. Vervolgens moet je die maar gewoon gaan afwerken, mocht je daar zin in hebben. Voor mij, om een of andere reden, voelen juist altijd die map clearing dingen van Far Cry, tenminste de Far Cry's die ik heb gespeeld, en dat zijn er niet veel, dus dan zou ik je alvast zeggen, dat is New Dawn en die laatste, Far Cry 6. Ja. Het voelt altijd een beetje ongeïnspireerd aan. Mm-hmm. En het voelt gewoon alsof ik een postbode ben. Ik ga naar een kamp, dan moet ik altijd tegen één persoon praten. En die zegt, ja, nou, voordat wij verder kunnen, dan moet je eerst dit en dit en dit doen. En dan ga je erheen en dan ga je weer terug. En dat voelt niet heel organisch. En voor mijn gevoel is dat hier compleet anders. Ja. Omdat de campaign, die sleept je al eigenlijk alle kanten van die map op. Mm-hmm. En op het moment dat jij die map aan het ontdekken bent, al is dat te voet, al is dat in een vliegtuig, al is dat in een Warthog of whatever the fuck. Je komt organisch langs al die plekken. Ja. En daardoor voelt het ook veel natuurlijker aan op het moment dat jij in zo'n battle verward raakt. Want ja, je hebt natuurlijk gewoon de Marines die losse squads rondlopen op het eiland en geïsoleerd zijn. Die kan je gaan helpen. Er zijn high-value targets, een soort van mini-bosses die je moet gaan uitschakelen. Die zijn echt, sommige zijn echt bijzonder uitdagend, wat echt heel tof is. Mm-hmm. Vooral de twee Hunter-broertjes die staan op te wachten. Je hebt kleine kampjes, FOB's noemen ze dat. Ja. En ze hebben eigenlijk gevangenissen, een soort van prison break, waarbij je jouw mede-mariniers kan gaan bevrijden. Ja. En dat was mijn grootste zorg voordat ik überhaupt begon aan Halo Infinite, is... Halo Infinite of Halo was altijd super redelijk strak geregisseerd. Ook al zaten er wel wat open wereld dingetjes in. Zoals in Halo Combat Evolved. En dat is bij de latere Halo's is dat iets minder geworden. Mm-hmm. Is het hier... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik was bang dat... Kijk, strak geregisseerd, daar kan je hele mooie battles maken. Mm-hmm. Maar wanneer ineens een open wereld is en je ineens een miljoen... verschillende tools heb om een situatie te benaderen of een combat, dan kan je gauw al door zwakte punten heen prikken. En dat merk ik hier gewoon niet. Ik merk gewoon, er zijn heel veel verschillende manieren om een battle aan te gaan, maar al die set pieces zijn allemaal super spectaculair, allemaal uitdagend. Het voelt allemaal als een rollercoaster ride. Ja, nee, dat klopt. Ben ik helemaal met je eens. Kijk, de oude Halo's, en ik ben vooral fan van de eerste twee delen, daarna zijn ze me een klein beetje kwijtgeraakt. Dat waren filmische, interactieve filmische ervaringen. Je speelde eigenlijk echt een ouderwetse game. Gewoon ze hadden helemaal geregisseerd wat je moest doen, waar je langskwam, welke baas je moest uitschakelen, et cetera, et cetera. En dat klopte helemaal. Het verhaal was tof, de mensen waren tof, de battles waren tof. Kijk, ze gaan nu naar die open wereld en precies wat je zegt, wat bij Far Cry vaak het probleem is van die verhaallijn, die raak je steeds kwijt, omdat je fucking soms een half uur tot een uur, tot twee, tot drie uur lang shit moet grinden, omdat je anders te weak bent om in het volgende regio te komen. En daardoor raak ik de hele tijd dat hele verhaal kwijt en ben ik eigenlijk... Dan gaat het alleen maar om of die battles tof zijn. Nou moet ik gewoon wel eerlijk zijn. Halo is wat minder verhalend sterk deze keer door die open wereld impact. Ik bedoel, doordat je af en toe wat dingetjes ernaast doet, moeten ze dat verhaal ook loslaten. En dan op een gegeven moment kom je er wel weer in en... Die missies die belangrijk zijn, die grote missies, die zijn ook echt wel groot. Daar zitten ook heel veel cutscenes in. Dus daar kom je er wel weer in. Maar ja, ik denk dat zou je erop kunnen tegenstaan. Wat ik goed vind is dat ze niet de Ubisoft aanpak hebben gedacht van... Oké, laten we nou een fucking grote open wereld maken. Zo groot als we maar kunnen. En dan is die voor de helft is die gevuld met repetitief dezelfde dingen. En dat hebben ze niet gedaan. De wereld is niet huge. Hij is groot. En hij opent zich eigenlijk in een soort van drie fases. Maar het is allemaal behapbaar. Wat ik al zeg, ik doe er wat langer over. Ik ben gewoon wat minder goed. Dus ik ben een uurtje of 15 bezig geweest. En dan heb je feitelijk het eind van het verhaal gehaald. Dan kun je die andere missies nog doen. Je kunt naar Legendary gaan. Ik vind dat niet erg. Mensen zullen zeggen, een open wereld game in 15 uur. Ja... Oké, ik zeg dan eigenlijk altijd Assassin's Creed Valhalla in fucking veel te lang, waardoor ik het niet uitspeel. Weet je, ik bedoel,
Ja, het is het een of het ander. En ik heb liever dit. Dat is gewoon heel persoonlijk. Ook, ja. Weet je? En ik snap dat iedereen daar een andere referentiekader voor heeft. Dus ja. Bepaal het gewoon voor jezelf of je dat heel belangrijk vindt. Ja. Ik zit er op dit moment, denk ik, bijna in mijn tweede playthrough zit ik er denk ik nu bijna 18 uur in. Ja. En ik ben net over de helft van het verhaal of zo. Ja, nee, de tegenstand is de AI. Hè? Ik bedoel, dat is denk ik wel het kunststukje van deze game. Op easy heb ik ook even geprobeerd. Dan is het nog steeds wel een beetje uitdagend. Maar goed, je gaat wat minder snel dood. Dat is het meer, waardoor je meer kans op ze te raken. Maar ga je al voorbij normal, waar jij nu zit, dan moet je om de grote grunts te pakken. En er zitten echt motherfuckers bij die op je aflopen. En weet ik allemaal. Ja, je moet dan wel net even de juiste ammo hebben, de juiste beweging maken. Het is niet makkelijk. Het is echt heel uitdagend. Ik wou zeggen, ze hebben gewoon bepaalde enemy types. En die vereisen allemaal een andere benadering inderdaad. Ja. Je hebt soms van die brutes die gewoon vol rampage op je afrennen. Ja. Nou, dan heb je ook echt je grapplehook nodig om zo snel mogelijk uit de weg te komen. Proberen om te draaien, proberen wat shots af te vuren en weer naar veiligheid op zoek. En dat zorgt voor een bepaalde spanning die je in best wel veel battles terugziet. En dan met name de boss fights. Want er zitten eigenlijk voor het eerst echt tof uitgevoerde boss fights in. En die boss fights, het toffe daaraan is, het zijn natuurlijk gewoon allemaal Covenant puppies. Mm-hmm. En waar Bungie daar heel erg slecht in was in boss fights, vind ik juist hier, 3v3, heeft het heel goed gedaan. Ze hebben allemaal bijzonder veel karakter, charisma. Er is altijd een persoonlijk verhaal wat iets terugleidt naar jou of een van je mariniers, waardoor het altijd gelijk persoonlijk wordt. En ze hebben allemaal wel een bepaalde benadering nodig om ze uit te schakelen. Ik moet wel zeggen, ik had de eerste playthrough had ik er echt veel moeite mee. Omdat ze echt veel echt best pittig zijn op een gegeven moment. Mm-hmm. Zeker wanneer je de campaign gaat rushen zoals ik heb gedaan. Ja. Waardoor je weinig upgrades hebt. Ja, dan is die ook wel echt heel erg lastig. Nu bezig ben ik met de tweede playthrough, stuk makkelijker. Echt een heel stuk makkelijker. Omdat ik de tactieken eenmaal door heb. Maar het wordt je niet verteld. Je moet gewoon, heb je tools, hier heb je de guns. Zoek maar uit hoe jij deze guy gaat verslaan. Succes. Ja. Nee, en dat vind ik ook wel. Wapens is voor mij ook, hè. Ik bedoel, zo'n open wereld game. Ik ben dan niet zo van de verhaal. Mij gaat om die battles. Ik wil uitdaging hebben. Elke basis, fortification, groot, klein die ik aanval. Dat wil ik zoiets van, oké, ik moet hier een plan voor hebben. Hoe ga ik dit aanpakken? En heel vaak draait het dan om de wapens. Om de gear die je hebt. En wat ik bij heel veel open wereld games vind. Just Cause, Far Cry. Op een gegeven moment heb je een wapen gevonden. That's it. Daar kan je alles mee doen. Hoef je helemaal niet meer te upgraden. Daarmee is voor mij de lol er ook een beetje af. En wat ik het knappe vind aan Halo is, eerst dacht ik van, ja, ik hou heel erg van die marine wapens, weet je. Dus de gewone assaults, als het ware. Ja. Maar die werken gewoon op een bepaalde manier niet. Bijvoorbeeld die gasten met die schilden, die zijn niet echt makkelijk kapot te krijgen met die marine guns, weet je. Dus met die assault wapens, daar moet je hier meer die laser shit voor hebben. Dus ja, dan moet je gaan nadenken van, oké, er liggen overal wel wapens. Dat laat hij aan het begin van de missie altijd, zet ze je wel ergens neer met van, oké, hier heb je wat voorraad. Waar ga je mee spelen? En dan ga je zeg maar de arena in of het gebied in of de fortification val je aan. En ja, je moet die keuze maken. Welke handgranaten speel je, neem je? Ga je voor de grapple of schakel je door naar een shield? Dit vind ik ook zo tof, die enorme jumps. Dat is, ja, ze geven je allemaal tools van, oké, dit is jouw arsenaal. Je kan van alles doen. En ga maar, weet je wel. En die AI is gewoon echt oké. Dus die maakt het je ook moeilijk. Waardoor je dus echt wel, ja, dat strategische vind ik leuk. En dat houdt voor mij, dat maakt het voor mij dan niet zoveel uit dat ik het verhaal wat minder op de voorgrond vind. Af en toe ben ik het ook een beetje kwijt. Maar het blijft maar steeds uitdagend. Het wordt steeds ietsje moeilijker. Er komen steeds weer een nieuwe soort grunt bij. Dat is Halo. En dat is voor mij gewoon een goede shooter. Uitdaging, nadenken, blij zijn als je een eindbaas verslagen hebt. Vet dus. Ja, het voelt enorm satisfying. Daar ben ik helemaal met je eens. En de guns zijn absoluut één van de grote sterren in deze Halo-ervaring. Zitten er veel nieuwe in? Of heb je, jij kent alles.
ja, er zitten zeker wel een aantal nieuwe in. En die voelen ook best nice, moet ik zeggen. Ik vind ze eigenlijk allemaal wel een plekje voor het eerst een beetje vinden. Misschien de plasma pistol niet echt. Nee. Voor het eerst speel ik zelfs met de Needler af en toe. Omdat die best wel handig zijn tegen bepaalde enemy types inderdaad. Maar het is precies wat je zegt. Er is niet één oppergun. Er is niet één gun die je gaat halen en daarmee ga je voor de rest van de game alleen nog maar met die gun spelen. Ook al ben ik net zoals jij, ik wil eigenlijk liefst alleen maar met UNSC-wapens spelen. Omdat ik gewoon ook niet zo hou van dat lasertje. Je verwacht het niet, maar het is echt zo. En ze volgen daarmee gewoon de filosofie van John Romero, weet je wel. Van iedere gun moet gewoon een specifieke use case hebben. Ja. En niet gewoon alleen beter zijn dan de vorige. Want daarmee wordt de vorige gewoon een beetje nutteloos. En dat doen ze gelukkig niet. Ja. Over het verhaal gesproken. Ik ben niet met je eens dat het verhaal niet goed is verwerkt in de overwereld. Waar gaat het over? Kun je het soort van kort, spoilerloos schetsen? Ja, laat me eerst even zeggen van in de open wereld. Wat ik tof vind aan de open wereld is qua verhaalvertelling natuurlijk de enemies en de battles die plaatsvinden en de dynamiek tussen die twee en de kampen en hoe alles is ontstaan. Ja. Dus dat is natuurlijk een stukje storytelling. En er liggen heel veel verschillende audiologs verspreid over de hele wereld die je gaat zoeken en die je steeds meer achtergrondinformatie geven over wat er is gebeurd. En niet alleen op dat moment, maar ook best wel van langer geleden. Dan het verhaal. En dat is echt mijn grootste issue met 343 Industries. Is dat zij het zo belachelijk complex maken. Terwijl Halo is gewoon een fucking vette shooter, weet je wel. Ja. Dat vereist niet enorme, huge lore. Ook al vind ik het fantastisch. Je mag een wereld vol met lore stoppen. Dat vind ik tof. Alleen, het is ook weer bij deze Halo zo. Net als bij Halo 4 en bij Halo 5. Je moet bekend zijn met alle Expanded Universe. Dus niet één stukje Expanded Universe. Nee, je moet bekend zijn met de films die zijn uitgekomen. Je moet bekend zijn met de boeken die zijn uitgekomen. Etcetera, etcetera, etcetera. En ja, dat vind ik gewoon niet sterk. Als jij het verhaal niet kan volgen, omdat je niet bekend bent met 20 andere producten. Ja, sorry. Dan heb je gewoon gefaald in je verhaal vertellen. Ja. En dat vind ik gewoon echt bijzonder zwak. En voornamelijk omdat Halo 5, wat niet een hele goede game is, wel een interessante twist aan het verhaal gaf. Waarbij met gigantische implicaties, echt gigantische implicaties voor het hele universum. En nu beginnen we Halo Infinite. Ja. Al die implicaties zijn al geweest. Oké. Okay. Weet je, het verhaal heeft zich afgespeeld tussen Halo 5 en Halo Infinite. Ja, kom op zeg. Dat kan toch niet? Nee. Ja, dat vind ik zo ontzettend raar. En daardoor is het voor heel veel mensen niet te volgen. Nee. Wil je daar meer weten wat er is gebeurd. Want het is heel moeilijk uit te leggen zonder inderdaad bepaalde dingen te spoilen. Het boek Shadows of Reach. Ik vind het al verschrikkelijk dat ik dat moet aanraken, zodat je enigszins begrijpt waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren en waarom de situatie is zoals dat die is wanneer je de game begint. Dat vind ik gewoon niet heel sterk. Dat vind ik toch wel erg jammer. Nou ja, eigenlijk wil ik... Ja, jammer. Ik noem het eigenlijk een beetje onbegrijpelijk. Want deze game is nu op de Game Pass. Dat is een nieuwe situatie. Voorheen was Halo was altijd, je moest het kopen. En dat betekent, doordat het nu gratis is, doordat er 18 tot 20 miljoen mensen zijn die dat abonnement hebben, dat er waarschijnlijk 20 miljoen mensen zijn die zoiets hebben van, oké, ik heb gehoord dat dit vet was. Er zal een deel voor zijn. Nieuwe mensen, nieuwkomers. Ik ga dit spelen. En dan vind ik het jammer dat het verhaal, ik snap dat je moet altijd uitstralen dat er nog meer is, dat er lore is. Maar een sterke game kun je ook als op zich spelen. Zelfs bij een Godfather, als je deel 1 niet hebt gezien en je pakt deel 2 toevallig, dan heb je nog steeds een leuke film. En dat inderdaad voor mij, die al een tijd niet meer in Halo zat. Ik moest even nadenken, ik wist dat Cortana er niet meer was. En dat maar het gaat de hele tijd weer terug naar dit. Maar dat is het ding, die was er dus wel. Oh, die was er wel. En er is echt iets heel heftigs mee gebeurd aan het einde van Halo 5. Geen idee wat er daarna is gebeurd. Dat weten we gewoon niet. Oké. Nou ja, dus dat althans, is niet in de game. Nee, dat is dus, ja, vind ik eigenlijk een beetje een gemiste kans. Want ik denk namelijk dat er ontzettend veel nieuwkomers gaan zijn die, denk ik, verliefd gaan worden op deze shooter. In een tijd dat er dat Call of Duty en Battlefield niet top-notch zijn. We gaan het straks over de multiplayer hebben, want ik denk dat dat ook een parel is. Maar je maakt het daarvoor wel een beetje, het is een beetje een soort van,
vriendin die een beetje hard to get is. Het is ook gewoon een gekke keuze geweest. Want ja. Halo Infinite had gewoon, zo is het ook gebracht, gewoon een nieuw startmoment moeten zijn voor de franchise. Nieuwe aanwas aan spelers en we gaan gewoon een nieuw tijdperk tegemoet. Ja. Als mensen dan vanaf dag 1 niet snappen wat er aan de hand is. Ja, oké. Je hebt een coole game gemaakt. Ja. Maar ja, is dat genoeg voor wat je dan wil met Halo Infinite? Ja. Ja, ik geef je daar helemaal in gelijk. En ik denk dat het ook wel het leuke is dat we bij GameKings niet... je ziet bij heel veel media dat laten ze testen door iemand die alle Halo's heeft gespeeld. Dus die gaat er vrij makkelijk... snapt hij het verhaal. Maar ik denk dat daarom dat we ook altijd mensen die het wat minder ermee hebben ook laten spelen. Juist om te kijken van, dat kun je dit spelen? Want ik krijg heel veel vragen daarover van, ja oké, ik heb gehoord dat die Halo goed is. Denk je dat ik dat kan spelen als ik nog nooit Halo heb gespeeld? Nou ja, het antwoord is ja, want ik weet zeker dat je gewoon hele goede tijd hebt qua shooter. Maar ik denk wel dat je af en toe denkt, oké, waar gaat dit over? Ja, het is gewoon niet sterk, inderdaad. Kijk, een game die al... ik weet niet eens hoeveel delen er op dit moment uit zijn... maar volgens mij zijn er al meer dan 15 games uit van Halo of zo. Mm-hmm. Weet je, dat je alle 15 gespeeld moet hebben... dat maakt gewoon geen sens. Nee. Dat is gewoon een gemiste kans. Of ze dwingen je terug te gaan naar de backcatalog op Game Pass. Maar ja, dat vind ik dan wel een beetje vermoeiend. Ja, en ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen naar aanleiding van deze game hebben van wauw, dit is zo fucking vet. En ik ben helemaal, ik zit helemaal in die wereld, ik wil er meer van weten. Dan krijg je nog een hele dosis erbovenop die het nog vetter maakt. Maar zeker. Ik kan mensen daartoe niet verplichten in elk geval. Nee, jij hebt hem op de PC gespeeld. Ja, en de Xbox. En de Xbox Series X. Ja. Wat vind je het verschil? Want je hebt nu mijn beeld gezien. Omdat jij thuis zit, konden we jouw beeld even niet hierheen halen. Je gaat straks wel multiplay zien van Skate. Wel in hoge resolutie. Maar als jij nu naar de Xbox One beelden kijkt, wat krijg je nu meer als je hem op de Xbox Series X speelt? Uiteraard resolutie. Dat is een gewoon van de allerbelangrijkste dingen. De Xbox Series X versie, die streeft de resolutie na van 4K. Ja. En haalt dat ook regelmatig. Dat is een belangrijk ding. En uiteraard 60 fps. Ja. Want op de normale Xbox One speelt hij gewoon in 30 fps. Ja, ook niet gek voor een console natuurlijk die uit 2013 komt. 30 fps, ik vind dat niet heel erg fijn voor shooters over het algemeen. Ja. Ik had begrepen dat je in ieder geval vanaf de Xbox One X... kan je wel 60 fps spelen. Alleen dan ben je gekoppeld aan 1080p. Voor de rest, ik moet zeggen, de ervaring die ik... Want ik speel zowel op Xbox als PC, omdat gewoon mijn PC staat hier in mijn streaming studio. Mm-hmm. Dat gebruik ik wanneer ik ga streamen. Ja. En wanneer ik gewoon af en toe wat tijd voor mezelf wil, dan speel ik hem gewoon in de woonkamer op een grote tv, weet je wel. Ja, dan ziet het amazing uit met Dolby Vision, 4K, HDR. Ja, belachelijk. Ja, het geluid is ook echt... er zitten een paar klappers in. Dat stomme haar stond bijna te schudden. Ik heb eerlijk gezegd... Ja, ik ben gewend om op 30 fps te spelen. Ik vind dit altijd opnieuw weer, zoals vroeger, een van de fijnste shooters qua mechanisme om te spelen. Ik bedoel, er zit een aim assist in, maar hij is zo lekker. En je hebt toch het gevoel dat jij het doet. Ik ben er niet door in de problemen gekomen. Dus dat vind ik ook absoluut een compliment waard. En nog even één ding voor de mensen die echt van de high frame rate zijn. Uiteraard ben je dan op het juiste adres op de PC. Maar ook de Xbox Series X versie. De enige trouwens, dat heeft de Series S niet. Die heeft een 120 fps mode. Dus hij tikt niet altijd 120 fps aan. En ze moeten nog wat dingetjes fixen met variable refresh rate. Maar dan speel je Halo Infinite in ongeveer 1440p. Ja. En 120 fps. Dat is awesome. Oké. Even afsluiten van de singleplayer. De Master Chief. Ik moet wel zeggen dat ik nu steeds meer wel zie wat voor een fucking epische character de Master Chief is. Hij komt steeds meer op de hoogte van de Mario's en de Solid Snakes en zo. Maar hij praat veel, man. Ze proberen hem gewoon meer karakter mee te geven. Ja. Voor mij hoeft dat niet altijd, weet je. Ik ben altijd van mening, en dat is ook hoe de eerste Halo is ingestoken. Hij zegt niet zoveel. Waarom zegt hij niet zoveel? Omdat hij gewoon de silent protagonist is. Wat wil zeggen,
jij bent de chief. En hoe minder de chief zegt, hoe meer jij je kan verbinden met dat karakter natuurlijk. Ja. Ja, ze willen me hier wat menselijkheid meegeven. Sowieso een thema waarmee ze al heel veel spelen in voorgaande Halo-delen. Zeker ook met een nieuwe AI. The Weapon heet ze. Ook daar wordt weer een relatie opgebouwd. En ik ga er niet al te veel over verklappen. Maar dat heeft met menselijkheid over het algemeen te maken. Ja. En ze hebben wel weer een heftig... Niet zo heftig als Halo 2 met Finish the Fight. Kan je dat nog herinneren? Dat je dacht van ja, en nu gaan we naar het laatste level. En toen was de game afgelopen. Ze teasen hier wel de hele game lang iets wat niet gaat gebeuren. Maar misschien ooit wel. Game. Ja, vast wel. Ja, ooit, dat, ik, nee, dat is waar. En ik vind ook van... hij praat nu wat meer. Het zijn wel meer one-liners en dat soort dingen. Maar het zijn wel een beetje archetypisch. Hij is de hele tijd een beetje van... De een zegt, oh, zullen we dat nu wel doen? Het was hartstikke gevaarlijk, weet je. En dan zegt hij, we gaan er gewoon voor, weet je. Want dat is het een beetje. En dan denk ik van, het voegt ook niet zoveel toe. Want als Silent was hij ook een bad. Hij was gewoon een badass. Hij was gewoon niet bang. Misschien was hij wel bang, maar hij wist gewoon, dit is mijn job. En ik moet het doen. En ik ga de mensheid gewoon redden, weet je. En nu zegt hij dat. Ja, en niemand anders was wel bang. Daar heb ik echt zo'n scheidhekel aan gekregen. Je leert hem al vroeg kennen in de game. Ja. Sterker nog, bij het begin. Oh, ja. Jezus. De man met de baard? Irritant. Ja, die had ik meteen naar die pelican getrapt. En had ik het zelf maar gedaan. Ja. Echt niet normaal. Nee. Maar goed, ja, nee. Sterke singleplayer, sterke gameplay. Verhaal technisch had het misschien wat beter gekund. Maar goed. Voor ons drukte dat de pret niet. Dan de multiplayer. Die gratis voor iedereen toegankelijk is. Dus je hoeft de game daar niet voor te kopen. Als je de game koopt, zit de multiplayer dan natuurlijk ook gewoon allemaal netjes op je diskie. De multiplayer bestaat op dit moment uit eigenlijk gewoon een beetje traditionele. Ik noem het even traditionele e-sport-wise. 4-4 capture the flag. Arena shooter. En dan heb je de grote mode. Waar je met grote teams tegen elkaar, met alle voertuigen erop en eraan. Ben even de naam kwijt hoe die mode speelde. Big Team Battle. Oh, Big Team Battle, ja. Kan je me eerst even uitleggen voordat we hierover gaan beginnen? Er was... De Reddit van Halo werd gesloten omdat er waren bedreigingen. En dat ging voornamelijk over de multiplayer. Dat bijvoorbeeld een Slayer, playerlist was er niet, scoren. Dat waren allemaal dingen die, waar ik van begrijp, wel beloofd waren, maar er niet in zaten. Ik denk dat je met scorebord en dergelijke een beetje in de war bent. En dat is Battlefield, hè? Ja. Met Battlefield. Ja. Dat zit niet in Battlefield. Nee, ja... Helaas is dat gewoon zo. En vooral met dit soort super competitieve games. Want hier zit gewoon een grote e-sport scene achter. De Halo Championships kennen we gewoon allemaal. Ja, dat zijn gewoon zeikertjes. Ja, sorry. Dat is gewoon zo. En die maken om alles heisa. En, en die zijn toxic as fuck. Moet je eigenlijk geen aandacht aan besteden. Dat betekent niet dat deze multiplayer flawless is. Want dat is die absoluut niet. Mm-hmm. Maar laten we het hebben over gameplay. Want dat is waar ik deze multiplayer echt vind shinen. En, en daar steekt hij gewoon echt heel erg goed in elkaar. Je hebt, wat je al zei, je hebt een aantal modes. Dat zijn de arena modes. Eentje daarvan een Slayer. De andere is dat je Skull zo lang mogelijk moet vasthouden. Ja, Oddball. Oddball inderdaad. Ik was heel even de naam kwijt. Je hebt One Capture the Flag. Ja. Dat betekent dat je één aanvallende partij hebt. Één verdedigende partij. En dan over wie als eerste de drie punten heeft gehaald. Ja. Die vind ik als enige van de kleine arena battles vind ik het minst in balans. Daar merk je nog wel echt voor de verdedigende partij. Is het veel makkelijker om gewoon je vlag te verdedigen dan voor de aanvallende partij om hem te pakken. Daar moet ze nog een beetje in gaan tweaken. En Big Team Battles. Ja, vind ik ook awesome. Het steekt ook goed in elkaar. De guns die zijn goed gebalanceerd, vind ik. Het is enorm veel fun. Voertuigen, gekkigheid. Objective-based game modes, maar ook gewoon team deathmatch en dergelijke. Het enige probleem is gewoon... niet het enige. Er zijn twee grote problemen. Het grootste probleem acht ik het feit dat er gewoon te weinig modes zijn.
te weinig mogelijkheden om zelf in custom games dingen aan te passen. Daar moeten echt grote veranderingen in plaatsvinden. Mm-hmm. En daar zijn gelukkig ook al aankondigingen voor geweest. Dus 3 for 3 zit er wel bovenop. Maar het zat er gewoon niet in vanaf dag 1. Ja, mm-hmm. Kom op. Ja. Een game die al zo lang is uitgesteld, hoort er gewoon in te zitten. En een ander ding is gewoon progressie. Progressie, ze zijn voor een... Kijk, het is een free-to-play game. Ja. Begrijp ik. Dus dat is heel even als Halo-fan... is dat ook een beetje omdenken, want gewoon free-to-play betekent ook gewoon een ander business model, betekent ook gewoon andere monetization models. Mm-hmm. Snap ik volledig. Ik val niet eens over skins die €20 zijn. Voor mijn gevoel is dat een beetje de marktprijs tegenwoordig bij free-to-play games. We zien het natuurlijk bij Warzone, we zien het bij Fortnite. Een skin is €20. Ja, is een skin €20 waard? Nee. Nee. Maar als jij het ervoor wil uitgeven, ja, prima, moet je zelf weten. Nou, in eerste instantie was de progressie gewoon veel te langzaam. Ja. Dat hebben ze al opgepikt. Maar daar moeten veel grotere veranderingen in plaatsvinden. Alleen dat kost gewoon tijd. Ja. Dus hou daar rekening mee. Dat is nu op dit moment ook niet goed. En de rewards zijn ook gewoon niet zo goed. Je moet er heel lang voor werken. En ja, wat erbij zit is dan... Want dat mist ik heel erg. Hè? Want ik reflecteer altijd een beetje naar wat ik veel speel. Call of Duty. Daar zal ik het zo nog wel even over hebben. Het verschil van spelstijl is enorm. Maar ik had niet door van... Ik werd op een gegeven moment van 1, werd ik 2 en 3. Maar wat gebeurt er dan? Wat krijg ik? Nou ja, met mijn progressie bedoel van, ik meestal speel je om betere wapens te krijgen of sterker te whatever, sneller. Ik had niet echt door. Hier van... customization. Ja. Het is alleen customization. En dat is een goed ding, weet je wel. Ja. Want okay. Dan is er geen play to win en dergelijke zaken waar je tegenaan begint te schuren. Dus dat vind ik niet eens een probleem. Alleen wanneer je afkomt van Halo games, die je volledig alle vrijheid gaven om je Spartan te customizen. En er nu achter komen, dat kan niet meer. En als je dat wil, moet je of honderden uren erin stoppen. Of je koopt een skin. Maar ook die losse onderdelen van een skin. Stel je, ik had eentje gekocht van Halo Championship. Omdat ik hem van Team Sentinel. Gewoon omdat ik het er fucking vet uit vond zien. Ja. Dus ik had zoiets van. En als ze, oké, dan koop ik die skin. Die skin was Team Peak trouwens. Ik koop die skin. En dan wil ik vooral die helm. Die wil ik gebruiken. Bij mijn Spartan die ik nu heb. Ja, dat kan dus niet. Het is of de hele skin of niks, weet je wel. En alleen de dingetjes die je hebt vrijgespeeld. Ja. Dus dat voelt nog heel erg off. Ze moeten daar nog even aan wennen. Mijn grootste probleem, die denk ik wel opgelost gaat worden, of ik heb het niet goed gezien, was dat ik hou van... Heel veel dingen qua modes hou ik niet. Hè? Dingen als oddball of capture the flag. Ik ben echt een team deathmatch gast. Nou zit er hier geen team deathmatch-achtig iets in. Af en toe krijg je het wel dat je alleen gaat om de hoeveelheid kills. Maar wat ik jammer vind, je gaat steeds in een carousel. Je kunt niet zeggen, wat je bij Call of Duty wel kan vaak, is gewoon zeggen, oké, je kan van tevoren aangeven, ik wil alleen maar matches die capture the flag zijn. Of alleen maar matches met domination en kill confirmed, weet je wel. Dat miste ik hier nog heel erg, want ik kwam dan de hele tijd in... gametypes terecht die ik niet leuk vond. Weet je wel? En dat haalt een beetje de fun eruit voor mij. Maar ik snap het volledig. Want dat is ook wat ik aanhaalde. Dit vind ik te debiel voor woorden. Ja. Dat als jij een Slayer guy bent, dat je niet gewoon kan zeggen... Ik wil alleen maar Slayer spelen. Ja. Maar dat je dan ook verplicht bent om One Capture the Flag te doen. Dat is een onbegrijpelijke keus. Ik snap ook niet hoe ze dat ooit op die manier hebben kunnen insteken. Nee. Het wordt dus gelukkig opgelost al. Ja. Volgens mij al aankomende week. Volgens mij zelfs vandaag al. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval deze week komt er een Slayer playlist inderdaad. Dat was de grootste vraag van iedereen. Het is gek dat het een week na release komt. Dus weet je wel, het was er wel. ik denk dat het heel makkelijk in te voeren was. Maar dat ze dachten van... Ja, nee, dat is niet nodig. We doen het gewoon op deze manier. Dat vind ik gek. En vooral een game die zich... die in het verleden natuurlijk ook onder andere groot is geworden. Het Forge mode. Een mode die er ook niet bij zit vanaf het begin. Co-op campaign zit er trouwens ook niet bij. Maar Forge mode die juist... de volledige vrijheid geeft, dan staat dit er haaks op. En hetzelfde geldt eigenlijk inderdaad dat je niet je favoriete playlist gewoon kan kiezen. Wat er dus wel aankomt, maar er nog niet in zit. Nee. Dat is onbegrijpelijk. Voor mensen die nog
nooit of heel lang niet meer Halo hebben gespeeld en veel andere shooters spelen, van Battlefield tot PUBG, tot Fortnite, tot Call of Duty. Halo heeft een hele eigen type gameplay. Mensen zijn altijd gewend om in te zoomen. Dit gaat veel meer richting, zeg maar, de ouderwetse Doom. Kweekachtige manier van schieten. Je moet heel veel springen, blijven bewegen. Of je moet een sniper hebben. Dan, die vind ik trouwens heerlijk, die sniper shit. Dan kan het wel. Maar daar moest ik heel erg aan wennen. Dat constant te bewegen, jumpen, grapple gebruiken, of je van een andere hoek schieten. Ja, dat is wennen. En dat moet je ook leuk vinden. Het is wel, ik vind het wel, ik kan dit wat minder lang achter elkaar spelen. Want het is vrij vermoeiend. Je bent constant bezig. Ja, nee, over het algemeen, er zijn drie moves die Halo players doen. Dat is een granaat gooien. Ja. Achter je wanneer je in de achtervolging bent. Of juist om iemand uit een hoekje te drijven. Schieten en melee. En vooral de combinatie van die drie, hoe je dat aan elkaar breidt. Dat is echt de Halo gameplay. Ja. Wat ik zei, ik vind de wapens gewoon goed in balans staan. De pauwwapens voelen ook in veel gevallen echt aan als pauwwapens. Dus dat is ook echt de bedoeling dat die OP voelen. Want dat is juist zo'n ding. To change the tide in een fucking battle. Die komen ook om de zoveel tijd zijn die beschikbaar. En die hebben ook, dat vind ik heel, heel tof, gelimiteerd ammo. Je vindt dan ook geen ammo meer. Je hebt bij wijze van spreken, als je de rocket launcher hebt, heb je gewoon 4 raketten en that's it. Op het moment dat je een raket hebt en je wil die dan wat gebruiken, dan is je tweede wapen, ja, die moet dan wel genoeg ammo hebben. Anders ben je namelijk ook weer een sitting duck. Want ja, je kan zo'n raket ook altijd weer ontwijken door juist te streven. Je hebt een bepaalde streef die ook nog eens extra snel is. Dus die kun je weer inzetten. Dus alles is uitgebalanceerd. Er is niet iets extreem OP, behalve dan een beetje, maar dat is gewoon wennen in de grotere battles die we hier dan zien. En dit is wel op de Xbox Series X. De wapens, de banshees. En op een gegeven moment heb je ook zelfs een tank. En ja, dat is wel heel moeilijk te stoppen. Maar goed, dat is ook, ja, dat heeft dat team dan veroverd. En ja, dan ben je waarschijnlijk beter. Je kan het ook dat weer, kun je het uitschakelen. Maar dan moet je wel als team werken. En dat zag ik in het begin, weet je. Dan ging iedereen naar zijn auto toe en iedereen ging achter de gun staan. Maar niemand wilde rijden, weet je. Dat soort shit. Ja, Maar ja, je moet dit ook met squads van 4 gaan spelen. En dan is het hartstikke leuk. Ja, nee, dat wou ik eigenlijk nog zeggen. Ik vind de wapens redelijk goed in balans. En dan OP-wapens voelen gewoon ook OP. En dat hoort ook zo, vind ik, in de game. Ja. De voertuig inderdaad heeft toch nog gewoon wat werk nodig. Ze voelen gewoon veel te krachtig. Anderen voelen juist weer alsof je ze veel te makkelijk kan uitschakelen. Ja. Door bijvoorbeeld alleen al een ding zoals de grapple hook. Daar moeten ze nog een balans in gaan vinden. Nou, hoe meer mensen de komende maanden natuurlijk gaan spelen, hoe meer data beschikbaar wordt. Ja. Hoe makkelijk daarop kunnen aanpassen. Dus dat is nu nog niet helemaal top. Nee. Ik moet ook zeggen, ik heb me er niet echt aangestoord ook, hoor. Ik bedoel, wat ik leuk vind, het is een hele serieuze multiplayer. Ik denk dat dit behoorlijk skill-based is. Als je kijkt naar gasten die het echt goed kunnen, is het echt wel. Je moet veel meer bewegen dan bij een Call of Duty. Aan de andere kant is het ook weer geheel over de top. Als je met zo'n auto hebt, kan je ook over 6 mensen heen rijden. Weet je, kan bizarre jumps maken. Dus die mix van fun en serieusheid, die maakt dit gewoon heel erg krachtig en geeft dit een heel eigen plekje. Een plekje die heel veel Halo-fans van vroeger kenden. Natuurlijk daarna een beetje verdwenen is. En één keer is het weer terug. En ik ben heel benieuwd hoe die nieuwe generatie jonge gamers, die inderdaad de Fortnites, de PUBG's en misschien een beetje Call of Duty spelen, of die dit weer gaan oppakken. Dit type shooter. Het ziet er vooralsnog goed uit. Ik denk dat free-to-play wat dat betreft een hele belangrijke stap zeker is geweest. In ieder geval voor deze game. En het feit dat ze het ook over... Weet je, mijn persoonlijke voorkeur is dat dit gewoon een next-gen-only game is geweest. Mm-hmm. Commercieel gezien vind ik het een hele, hele slimme keuze om het natuurlijk op alles uit te brengen. Maar dat is een ander verhaal. Dus ik hoop dat ze het in ieder geval daarmee gaan redden. En ook met die voertuigen. Dat heeft misschien ook wel weer te maken met de instroom van nieuwe spelers. Want kijk, het ding is, ze voelen nu af en toe nog een beetje te OP in een battle, zoals we net al zeiden. Maar voor een nieuwkomer is dat best wel fijn. Want als jij voor het eerst in een voertuig stapt,
Ja. Je wil niet weten hoe snel je eruit getrapt wordt door alles en iedereen die zich vervolgens op jou richt. Ja. Maar een vaardige speler in een voertuig, die kan zoveel damage aanrichten. Ja. Dat is echt niet normaal. Nee, maar ik merkte ook wel een vaardige gamer die weet hoe die inderdaad die combo's maakt tussen een beuk uitdelen en weak maken. Eerst met een granaat, hè, links rechts gooien, zodat je ergens hem vast kan pakken. Ja, je ziet gewoon wel wie goed is en wie niet goed is. Overigens moet ik wel zeggen dat de servers, complimenten. Ik heb nergens problemen gehad. Ik bedoel, het wil niet zeggen dat je gewoon hup in een potje zit, maar de countdown is snel. Daarna moet je even 10, 15 seconden wachten en dan zit je in een match. Wat wou ik nou zeggen? En de balans is goed, omdat ik word wel bij mensen gestopt de hele tijd die ongeveer even goed als mij zijn. Ik ben nog niet echt iemand tegengekomen die gewoon easy peasy 30 kills maakte, dat jij zegt van fuck, wat ben ik hier aan het doen, weet je? Dat valt mee. Dus dat vind ik ook wel knap, dat ze dat wel die, ja, ik voor een game die skill-based matchmaking, hè? Ja, en hij is gelaunched, hè, op PC, cross-platform en Xbox. Er spelen miljoenen mensen. Nergens problemen, tot nu toe. Ik heb het niet echt gelezen dat er grote serverproblemen waren. Nee. Ja, mijn grootste probleem wat ik de begindagen had. Ja. En dat was dus echt toen hij net was gereleased, toen nog officieel een beta werd genoemd. Ja. Ja, dat was volgens mij gewoon een beetje om in te dekken, maar oké, whatever. Ja. Want fundamenteel is er niet heel veel veranderd aan de game. Was af en toe parties aanmaken. Mm-hmm. En dat mensen erin en eruit gingen en of niet zeker wisten of ze erin zaten. Ja. Elkaar niet konden vinden. Ja, ik heb dat eigenlijk alleen misschien de eerste twee dagen gehad, maar eigenlijk gewoon alles op de server zelf. Ja, eigenlijk geen probleem ook. Nee. Dat ging prima. Dit is een fantastische game. Goed, afsluitend. Het proces, en daar is een mooi artikel over geschreven door Jason Schreier in Bloomberg. Dat is nogal een gemankeerd proces. Ze zijn echt pakken bij het anderhalf jaar geleden hebben ze echt gewoon, geloof ik, iets van 75, drie kwart van de game is weggeflikkerd. Helemaal weer overnieuw begonnen. Ik denk dat we eerlijk zijn, allemaal hadden er een beetje hard hoofd in. Van gaat dit wel goed komen? Ja, wat is jouw oordeel? Het is helemaal goed gekomen en het heeft mijn verwachtingen heeft het overtroffen. Ik had alle vertrouwen in de multiplayer. Ja. Dat hij echt heel goed zou aanvoelen en dat hij echt goed zou zijn. Dat heeft 343 al bewezen vanuit het verleden. Dus daar maakte ik me geen enkele zorgen om. Nou, dat lijkt gerechtvaardig. Ja, er zijn wel problemen mee. Zijn niet onoverkomelijk. Misschien het grootste probleem gaat gewoon content zijn de aankomende maanden. Want mm-hmm. Ik heb begrepen dat we in ieder geval tot mei moeten wachten. Okay. Voor echt nieuwe DLC die eraan toegevoegd gaat worden. Dat is wel heel erg lang. Ja. Ik weet niet of het zo lang de aandacht kan vasthouden. Qua gameplay zit het in ieder geval goed in elkaar. De singleplayer campaign. Voor een Halo nerd zoals ik. Vet. Omdat ik kan het verhaal ook nog wel volgen. En de dynamieken tussen de verschillende karakters. En ook de geschiedenis die daarbij hoort. Voor een nieuwkomer een heel stuk lastiger. Dat is toch wel echt een groot nadeel. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb me echt letterlijk nog geen moment verveeld. En ik ben bezig met mijn tweede playthrough. En het voelt gewoon, de combat is zo ontzettend goed. Ik kan dat nog niet vaak genoeg schreeuwen of onderstrepen of wat dan ook. De combat is zo ontzettend goed, dat gewoon de hele tijd wanneer je aan het spelen bent, voelt het als een rollercoaster aan op een goede manier. Het heeft me echt gegrepen en nog steeds niet losgelaten. Dat zegt ook wel wat. Nee, ik kan me daar bij aansluiten als iemand die wat minder Halo heeft gevolgd de laatste jaar. Ik ben weer ingestapt vanuit het feit dat ik deel 1, 2 ongelooflijk wreed vond. En ik vind dit ook weer helemaal wreed. En ik ben niet eens een fucking science fiction fan. Het zijn die battles die het voor mij doen. Het is gewoon zo lekker shooteractie inderdaad. Maak het zo moeilijk als het kan. Je hebt er echt heel veel plezier aan. De multiplayer, het moet je liggen. Het is gewoon een ander type multiplayer, maar het zit wel fucking goed in elkaar. En het is echt, je kan hier echt gewoon goed in oefenen om beter te worden. Laten we hopen dat ze het blijven ondersteunen. Het is dus gewoon te koop. En de multiplayer is ook free-to-play. En het is op Game Pass. Als je daar gewoon lid voor wordt, ja, dan zeg ik altijd, mag misschien niet zeggen van Microsoft, maar ik doe het lekker toch. Neem gewoon lekker Game Pass, jongen. Hè, dan kun je in ieder geval de singleplayer een keertje gewoon goed spelen. En lekker multiplayer is gratis. Microsoft begint eindelijk een beetje te deliveren. Die studio's die komen nu langzamerhand met hun paaltjes naar buiten. Laten we hopen dat dat in 2022 voortgezet wordt.